Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe top 10. En als je nieuw bent, welkom bij ons kanaal. Elk kind is natuurlijk uniek om hun eigen manier. Maar sommigen zijn nog unieker dan anderen. Van het sterkste jongetje tot het mooiste meisje ter wereld. Vandaag laat ik je de 10 van de meest unieke kinderen zien ter wereld. Vergeet niet om te abonneren en na de video in de comments te zeggen welk kind jij het meest uniek vindt. 10. Yumyung Shin. Sommige mensen willen juist eeuwig jong blijven, maar Yumyung wil niets liever dan eens opgroeien. Shin heeft een aandoening genaamd het Highlander-syndroom, dat de veroudering versloomt. Als je naar zijn foto's kijkt, lijkt het op een normaal 10-jarig jongetje. Niks is minder waar, aangezien hij al 26 jaar oud is. 9. Tessa Evans. Tessa's ouders kwamen er tijdens een echo bij de zwangerschap achter dat hun kind zonder neus zou worden geboren. De afwijking, ook wel Arrhenia genoemd, is extreem zeldzaam. Het is maar 47 keer in de historie eerder vastgesteld bij andere mensen. Dankbaar voor het tijdperk waarin we leven, is er voor bijna alles tegenwoordig wel een oplossing te vinden. Doktoren zijn nu bezig met het ontwerpen van een nieuwe neus. Dit zal echter wel talloze operaties kosten. 8. John Chris Carl Quirante. Toen hij nog maar 9 maanden oud was, werd hij al lokaal bekend in zijn geboortestad in de Filipijnen. Zijn ouders merkten al snel dat hij meer babytanden groeide dan het gemiddelde kind. Ze waren te arm om een tandarts te betalen en dus ging hij op zijn 5e pas voor het eerst naar de tandarts. Daar bleek dat hij hyperdontia heeft, met als gevolg dat hij meer dan 150 tanden had. Deze zeldzame aandoening komt maar bij 1-4% van de wereldbevolking voor. Maar John Chris is wel een erg extreem geval. 7. Charlotte Garside. Toen Charlotte geboren werd, was ze slechts 1 kilogram licht en kleiner dan 25 centimeter. Toen ze 5 jaar oud was, woog ze ook maar 5 kilogram en was ze ongeveer 68 centimeter klein. Aanvankelijk wisten de doktoren niet wat ze had, maar later werd duidelijk dat ze een vorm van dwerggroei heeft. Wat inhoudt dat haar lichaam veel minder snel groeit dan het gemiddelde mens. 6. Richard Santrak. Ook wel bekend als Kleine Hercules, werd Richard benoemd tot het sterkste jongetje ter wereld toen hij nog maar 11 jaar oud was. Op 2-jarige leeftijd verhuisde hij van Oekraïne naar Amerika. Zijn vader was een mixed martial arts wereldkampioen en zo begon Richard dus al op erg vroege leeftijd met trainen. Met zijn opvallende fysiek begon hij op erg jonge leeftijd al te reizen door het land voor verschillende fotoshoots, competities en zelfs voor films. 5. Pan Xianghang. Afkomstig uit het oosten van China leidt het jongetje Pan Xianghang aan een zeldzame huidaandoening en wordt hij ook wel het visjongetje genoemd. Zijn huidaandoening is enorm zeldzaam en veroorzaakt een erg droge en dikke huid. Het is moeilijk voor hem om te bewegen. Hij heeft ook last om in slaap te vallen door alle jeuk. Doktoren hebben tot op de dag van vandaag nog geen oplossing gevonden voor de aandoening. 4. Ben Underwood. Toen hij pas 2 jaar oud was, werd er kanker bij hem geconstateerd. Ondanks veel mensen die dan een blinde geleidehond nemen, gebruikte Ben zijn oren. Door geluidsgolven leerde hij zichzelf om allerlei objecten te waarnemen. Zo kon hij inschatten hoe ver een object van hem verwijderd is. Zo leerde hij zichzelf ook aan om te kunnen basketballen, skileren en zelfs om weer te fietsen. 3. Kristina Pimenova. De Russische Kristina Pimenova werd verkozen tot het mooiste meisje ter wereld. Ze is al een model sinds haar 3e en leeft tegenwoordig in Los Angeles met haar moeder om haar carrière als model voor te zetten. Ze is daar ook gesigneerd door een van de grootste modellenbureaus ter wereld, LA Models. Kristina heeft op haar nog steeds erg jonge leeftijd al voor de grootste merken ter wereld als model gestaan, waaronder Armani, Dolce & Gabbana en Roberto Cavalli. 2. Shiloh Pepin. In 1999 werd ze geboren, met een zeldzame en gevaarlijke aandoening. Veel doktoren wisten niet of ze het zou overleven. Ze werd geboren met sirenomelia, wat inhoudt dat haar beide benen aan elkaar waren gegroeid.
Vaak is het mogelijk om de benen uit elkaar te halen, maar bij Shilo was het echter onmogelijk om dat te doen. Jammer genoeg kwam ze om het leven in 2009, op pas een 10-jarige jonge leeftijd. Op nummer 1. Bayezid Hossein. In Zuid-Bangladesh mag de 4-jarige Hossein niet eens naar school. Dit komt omdat alle kinderen bang voor hem zijn. Hij lijdt namelijk aan een aandoening genaamd progeria, wat inhoudt dat zijn lichaam hartstikke snel oud wordt. Van binnen is hij nog een klein kind, maar van buiten ziet hij er al enorm oud uit. Zijn lichaam verjaart 8 keer sneller dan een gemiddeld mens. Zijn ouders hebben naar enorm veel medicijnen gezocht en doktoren gesproken, maar ze hebben nog niks gevonden. Het is mogelijk dat hij niet ouder dan 15 jaar oud wordt. Dit waren 10 van de meest unieke kinderen ter wereld. Laat in een comment weten welk kind jouw favoriet is en of je nog ideeën hebt voor een volgend top 10 lijstje.